Welkom bij Chateau Meiland. Oh, wat een geouwe hoer. Hij gaat helemaal in de knoop nu, hè? Nou, ik ga wat drinken. Ik sterf van de dorst. Jij wou toch dit muurtje eruit hebben? Verdomme, lig ik net bij het zwembad. Het is enig. Ja, kom op, Bam. Ja, kom op. Wat goed. Ik vind het nou al gezellig. Lang tijd om na te genieten van de opening van het château is er niet. Het hoogseizoen en dus ook de gasten staan voor de deur en er moet nog heel wat gebeuren. Bijvoorbeeld aan het zwembad. Daar komt hij. 1, 2. Nou, hij ligt perfect. Ja, ik lijkt wel. Ga jij erop staan weer? Ja. Perfect. Wat goed. Zo zwaar. Volgens mij weegt één zo'n tegel 30 kilo. 35. Kan je nagaan. Oh. Ja, heb je die Pipo? Pipo, ga jij eens even weg. Nee, niet daarin. Ga eens hier, kom eens hier. Ach, Bijou, ga nou eens weg. Ja, kom maar, Bijou. Wordt heel spannend. Maar wij kunnen morgen aan het eind van de middag zwemmen, denk je? Dat hoop ik. Ja, ik beloof niks. Oh. Ik beloof niks. Ja. Ja, nog een keer. Ja, perfect. Niks meer aan doen. Terwijl Martien en Maxime tegel voor tegel het zwembad verder verfraaien, is Erika bezig met een ander karwei. Na de afgelopen stressvolle periode heeft ze haar draai gevonden. Nou, het gaat goed. Vooral met het onkruid gaat het goed. Ja, ik ben wel blij zoals het gaat. Ja, we hebben ook een goede verdeling. Caroline heeft gezegd, ik wil de kamers doen, er mag niemand aankomen. Nou, prima. Ik doe dan buiten. Martien heeft gezegd, ik doe beneden altijd alles. Zorg dat het goed uitziet, schoonmaken en zo. En Maxime doet eigenlijk alles met de computer. Dus alle boekingen, reserveringen en zo. Dat begint nu natuurlijk te lopen. Dus daar heeft ze gisteren ook de hele dag aan gewerkt. Dus eigenlijk een hele goede verdeling, ja. En Bommel doet de beveiliging. Die zit daar. Warm. Warm. Zo heet. Moet jij niet wat anders aan doen, papa? Moeten we niet even pauzeren? Ik ben helemaal dicht in mijn hoofd. Ik moet echt even wat drinken. Nou, hoeveel tegels hebben jullie nou erin? 6. Oh. Gaat het een beetje? Ja, met Montana had je natuurlijk zo'n ritme. Ja, ja. Nee, het gaat wel door. Ja. Nu de druk van een deadline er een beetje af is, kan er wat vaker genoten worden van het betere leven. Kletje. Dit is toch wel echt het Franse leven, hè? Ja. Zo. Nou, hè. Eentje. Zo lekker. Maar er hangt nog wel een donkere wolk boven het zonnige kasteel. Vandaag worden ze door de voormalige eigenaren, de familie Mariot, voor de rechter gedaagd in verband met de naam van het kasteel. Het heette natuurlijk La Côte, vonden wij niet een echte mooie naam. En Mariot die heeft hier zo lang gewoond. Dus Erika had bedacht om die naam Mariot te noemen. Het is eigenlijk ook een eerbetuiging aan de family. Maar deze meneer vindt dat onzin. Nou, ben je zenuwachtig straks? Nou, ben je zenuwachtig? Ik vind het alleen spannend. Spannend wat de uitslag wordt. Ik denk niet dat je dat meteen krijgt. Nee? Nee? Nee. Oh. Het duurt vaak 2 weken. Nou, dat had ik helemaal niet verwacht. Ja. Ik denk, die man die gaat gelijk zeggen, nou meneer Mariot, u heeft geen poot om op te staan. Advocaat ingeschakeld? Nee. Nee, natuurlijk niet. Nee, moet je luisteren, nee. Want je kan wel een advocaat inwilligen. Maar nee is nee, ja is ja. En weet je, dan maak je de kosten. Nou moet je luisteren, nee hoor, daar begin ik niet aan. Nee, dan koop ik liever mooie parasols voor hier om het zwembad. Nou, dan kan je er misschien wel 50 kopen. Nee, advocaat, nee hoor. Erika is onze advocaat. Ik doe gewoon heel vrolijk daar. Bonjour. Maar ja, niet een gevecht beginnen. Niet gaan schelden tegen de tegenpartij. Nee, we gaan gewoon... Dat wordt nog wel moeilijk voor alle vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Dan heb ik het met name over de taal. Dus ik heb bril geschreven. Net nieuw, nieuwe bril. 2 euro.
Nee hoor, 9 euro. Rechter beslist. Ja, het kan erop of het kan eronder. Ze willen natuurlijk een goede indruk maken op de rechter. Dus de werkkleding wordt ingeruild voor een zondagse outfit. Ze trekken alles uit de kast om niets aan het toeval over te laten. Na een half uurtje ziet iedereen er op zijn paasbest uit. Niks meer aan doen, klaar. We moeten ook nog tanken, hè? Waar moeten we tanken? Kwam jij niet langs het tankstation dat dat mannetje naar buiten kwam of zo? Nee, dat is niet hier. Oh, hier woont trouwens die man, hè? Daar. Oh, daar. Daar woont degene die ook tegen ons is. Ja. En die man die is er nooit, die vrouw. Nee, maar dat is dus ook een Mario, dat is ook familie. Wat ga jij hard, joh? Oh, waarom gaat het zo hard? Verdomme! Ik wil niet te laat komen. Ja, zo zijn. Waarom ging jij niet even tanken dan toen jij dat opgehaald? Het is toch belachelijk dat wij dit nou weer moeten doen? Dat heb ik gevraagd aan jou. Er is helemaal geen tankstation bij het schooltje. Nee, maar dan had je daarna gewoon even door moeten rijden. Je weet dat we er nu geen tijd voor hebben voor dit soort dingen. Ach. Mensen wachten echt wel even in die rechtbank. Echt niet. Mag ik maar 70? 50. Oh, godver... Wat een ouwe hoer. Ja, wat rij jij? Wat rij jij daar, joh? Sst. Dit is pasje. Pasje. Heb jij het niet heel warm? Nee. Nee? Ik maak me nergens druk meer om. Dus dan krijg je het ook niet zo gauw warm. Oh! Jeez. Ik word hier zo naar van. Dat is de kortste route vanaf hier. Dat ik zegt weet de tom-tom. Het niet. Dat kijk zelf, tom-tom. Joh. Hij zou hem over stuur. Ja, vind het gek. Wij ook. Kijk, die komen ook. Kijk uit, kijk uit. Kijk uit. Maar het moet wel naar rechts doen. Rechts aanhouden. Oradur nee, Surglane heet. Links. Kijk alsjeblieft op de weg, mama. Nee hoor, ik moet over 800 meter rechts af. Let ja, op. Kan ik naar rechts? Nu. Kom maar. Heel. Hier moeten we in. Oh, nee, joh. Nee. Dus dat is wel in mijn gevangene. Ja, kaartje trekken. Nou, dat wordt een duur geintje. Hij moet ook nog parkeren. Nou, dat gaan we allemaal opsturen naar hem als hij verliest. Dan zeg je, joh. Hier. Zie je al een open gat? Ja, daar. Oh ja. Dat is wel een heel klein gat. Wat een klein gat. Doe dat maar niet. Heb je paspoort, alles, ID? Ja, ik wel. Kom maar. ID-kaart? Ja. Jouw ID-kaart heb je toch zelf? Die ging je boven halen. Oh mijn god. Wat? Oh mijn god, ik heb hem niet mee, denk. In dat jasje? Nee, ik heb hem niet in dat jasje. Dat jasje heeft niet eens zakken. Ach, wat is dit nou weer? Ja, sorry hoor. Ik ging hem boven halen en toen kwam je naar beneden. En toen? Altijd wat. Altijd wat. Godver... Nou, ik kan niet mee. Ik heb hem niet. Had je meegenomen naar beneden? Ja. Nou, ligt hij niet in de auto drukken? Ligt hij thuis? Ik weet het niet. Ach, vervelend weer. Als ik het wist, dan zou ik het zeggen. Kijk, dan ga je hem op de gang wachten. Kom. Of in het handschoenenvakje. Misschien is dit wel helemaal niet nodig. Nee, anders blijf je maar buiten. Nou, maar... waar moeten we heen? Hierheen, denk ik. Nummer 23. Overtuigd van hun gelijk zullen Erika, Martien en Maxime hun beste beentje voorzetten in de rechtbank. Nou, gaan we. Ja. Tiré, trekken. Ze hopen dat de vete met de familie Mariot vanmiddag in hun eigen voordeel beslecht zal worden. Want als ze de naam niet mogen gebruiken, moeten ze alles aanpassen. De zitting duurt niet lang. En binnen een uur staan ze weer buiten. Wat een toestand. Jemig, die advocaat van hun... hield het niet meer op een gegeven moment. Nou, omdat ik het... Ik vond die advocaat ten eerste ontzettend schreeuwerig. Ja, en heel boos. Heel en ze gingen lachen. Ze lachten ons eigenlijk gewoon uit. Ja, ze lachten toen jullie echt zei, het is een hommage dat we het Château Mariot... gingen ze ons gewoon uitlachen. Erg, en dat is dan een advocaat. Ze werden gewoon uitgelachen. Ja joh, ik wou ze bijna aanvliegen. Ja, ik ga daar een keer rijden in dat Le Pix waar die woont. Nou, wel zeker. Zien. En dan rammen we de deur open. Nee. En dan doen we Bommel erin. Maar wij doen niet zo vervelend. Laat die mensen erin. Gewoon... We doen Bommel even eruit. Ach, laat die... De deur open, Bommel even eruit. Dan zeggen we attack Bommel. Bommel, er staat een stofzuiger. Yes. Over een paar dagen krijgen ze de uitslag. Wat die ook wordt, ze laten zich nooit uit het veld slaan. Zullen we hey na 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 doen? Ja, doe even na na na. Hey na na na. Hey na na na. Lekker makkelijke tekst, weet je. Na na na.
De volgende ochtend gaat iedereen weer vol goede moed aan de slag in het château. Overmorgen komen de gasten. En er zijn nog wel wat puntjes die op de i gezet moeten worden. Maar van dingen mooi maken gaat Martiens hart altijd sneller kloppen. Nou, dit is klaar. Even kijken. Nou, ik heb dit randje tegels afgemaakt vanmorgen heel vroeg, want het is prachtig weer. Ik was heel vroeg wakker. Nou, even leuk, zoals grijze grind voor de kleur, voor het leuke neergelegd. En weet je, die leuke lichtbedden in dat fuchsia roze met parasolstaks erbij. En dan van die leuke grijze tafeltjes op dat grijs. Weet je, het is even wat anders dan dat crème. Je ziet altijd bij die zwembaden van die crème tegels. Dan denk ik, nou nee. Grijs, mooi. Bij dat groen, bij de natuur. De zwembadmannen zijn al druk bezig de laatste hand aan het bad te leggen. Martien ziet zichzelf straks al zijn eerste duik nemen in het tropische zwemparadijs. Vous avez bien sûr combien de temps jusqu'à le l'eau, c'est... Je pense un jour et demi, ouais. Anderhalve dag, un jour et demi. Oui. Een dag en een nacht. Voilà. Dus kunnen helemaal niet zwemmen. Die frisse duik moet dus nog even wachten. Maar Martien heeft nog genoeg andere klusjes op zijn lijstje staan. De eerdere proefgasten misten nog het een en ander aan comfort. Zoals een goede kledingkast. Weet je, het is niet handig als er geen star in een kast zit. Dus dat zijn van die klusjes, ja, dat moet dan eventjes tussendoor. Dat is helemaal niet erg. Ik heb hem gezaagd en nu maar hopen dat hij past. Krijg nou wat hij past. Ach, wacht even, deze heb ik toch niet meegenomen uit die andere kamer? Dit had ik toch afgezaagd? Ach, moet ik weer terug om te checken? Wacht even, één moment, kom zo terug. Wat dom van mij, deze had ik al op maat gemaakt voor die andere kamer. Maar dat is toch toevallig dat dit ook precies past? Dus dat is heel handig. Ik moet een buis gaan zoeken met exact dezelfde lengte voor deze oranje kast. Ja, dan moet ik helemaal naar beneden. Even kijken of hier nog eentje ligt. Ja, ik heb ze ergens nog. Kijk. Ja, ik heb het. Je loopt het af op een dag hier. Trap op, trap af. Ja, vandaar dat ik zo afgevallen ben. Maar ja, dat komt er allemaal wel weer aan, joh, van de winter. Van de winter, dan wordt het natuurlijk rustiger. En dan ga ik heel veel eten, allemaal stampotten, gewoon Hollandse stampotten. Nou, en dan vliegt het er weer aan. Ja, nee, 59, ik schrok me echt helemaal kapot. Ik ben nog nooit zo licht geweest in mijn leven. In plaats van trappen lopen, zal straks lekker lui loungen langs het zwembad ook wel helpen. Maxime kijkt ook uit naar het zonder baden. Zit er helemaal nog niet in? Nee, ze moeten toch eens leegpompen en droog maken? Jezus. Ja, wat denk jij dan? Gaat het zo snel, gaat het niet? Zet dit even hier neer. Kijk, Claire. Kijk, het wordt helemaal droog. Hoe lijkt dat zo? Het is net een schoonmaakploeg. Nou joh, ik ga weer naar mijn administratie, want ik moet door. Ja. Maxime moet nog even geduld hebben voordat ze kan zwemmen. Net als Martien. Want die komt tot een vervelende ontdekking. De kast waar hij in wil, geeft niet mee. Oh, wat raar. Wat is dit een rare deur? Ach, ik heb nog nooit in deze kast gekeken. Caroline! Kom eens! Hoe kan dat nou? Heb jij deze kast wel eens open gedaan? Wat is er dan? Heb jij het wel eens open? Ja. Wat is er? En deze? Die kan niet open. Nee, kan die niet open? Dat zie ik nou voor het eerst. Waarom moet ik die kast? Wat zie je dan? Nou, ik vind het raar dat dit niet open kan. Ik denk, misschien weet jij het. Nee. Oh, maar moet je luisteren, dit klopt niet. Ik weet wat er uit die kast komt. Ja, want niemand heeft ze mooi te open kunnen krijgen. Ja? Nee, jij zit er. Nee! Nee, het is toch het slot. Nou, laat maar. Dan gebruik ik maar één gedeelte. Oh, dan krijgen ze wel heel weinig planken. Martien legt het bijltje er natuurlijk niet bij neer. Nee, zo werkt dat niet bij Martien. Nou. Hij kan gewoon wel open. Ach, wat is dat nou voor raars. Hij doet het wel. Nou, wat goed.
Echt helemaal top. Ik ben helemaal tevreden. Het is... Nou, ik kan er wel een schommel van maken. Zo stevig. Wat goed. Om de voortgang bij het zwembad wat te bespoedigen... besluiten Erika en Maxime een handje te helpen. Ja, wij moeten even zorgen dat het wat vol loopt straks. Meid, wat een lange slang. Wat leuk. Gaat dit helemaal naar die mannen? Ja. Rol maar helemaal uit, helemaal naar beneden. Oh, dit haat ik vroeger al. Ja, maar die zitten weer van die dingen in. Laat mij het maar doen. Nou ja, rustig. Ik heb het idee dat jij dat niet zo aanvoelt. Nee, natuurlijk voel ik dat weer niet aan. Nee, jij bent lekker. Jij trekt vol publiek. Hij gaat helemaal in de knoop nu, hè? Moet ik hem draaien al vanaf hier? Denk het wel. Ja. Uit de dorie. Nou, wat moet ik elke keer knakken? Waarom doen we dit met z'n tweeën? Ik weet niet hoe ik dit moet doen. Of dit nut heeft als ik zo doe. Jij moet echt even zo draaien. Ja, Laat hem even los. Dan ga ik draaien. Laat hem eens los. Het lijkt wel vloerbedekking die ons er tegenaan komt. Ja, zo voelt het ook een beetje. Zeg maar. Hallo. Ici c'est le truc pour le lot. Ja. Ici c'est le truc pour le lot. Hé? Hey. Lekker. Oké, nou, ik ga wat drinken. Ik heb een hele droge lap in mijn mond. Wij gaan lekker wijnen. Wat is in jouw tas? Ja, dat kan. Ik ben blij dat ik alles mee heb. Een tas en zo. Ik heb ook mijn zwembroek aan. Echt waar? Ja, natuurlijk. Denk je dat je nat wordt? Heel leuk. Een t-shirtje, een bloembroekje. Bonjour. Bonjour. Hoi. Ça va? Hello. Waar is dit voor? Dit is voordat je niet verzuipt. En dat is in jouw geval heel goed. Is it better to do swimming trouwens? Nee, het is better. Ja, moet je luisteren. Ik heb gelukkig mijn zwembroek eronder aan. Ja. Weet je, ik wel. Hij zegt het is better. Zie het nou. Eerst leren ze de basisprincipes van het kanoën. Niet helemaal overbodig, want afgezien van Carolien... heeft niemand ooit een kano van dichtbij gezien. Maar de familie pikt het snel op. Oké. So, when I sit, my butt is here. No, here. And your feet will be here. Ja, jij moet toch gaan daar? Carolien will be here. Oh, she sits right there. Je moet schoenen aan. Oh, so moet schoenen aan. Kijk dan. Het kan... Waarom doet hij zijn schoenen uit dan? Omdat hij nieuwe schoenen aan heeft gedaan. Terwijl ik nog zei, doe je oude schoenen aan. Ik krijg speciale schoentjes aan. Oh. Is dat jouw maat? Weet ik het. Ik zei 45. Dat rekt allemaal mee op. Oh, het is perfect. Ja, dat is ook... Oh, meid. Nou zie je er ook een beetje professioneel uit. Martien weet dat een goede, professionele outfit het halve werk is. En dus zijn ze meer dan klaar om het water op te gaan. Ja, rustig aan. Ja. Niet aan de bomen trekken. Mam! Jij moet sturen. Oh, wacht even. Ja, dat komt er al. Au! Kut, waarom zitten jullie nou overdwars? Ja, ik ging te hard. Nee, we gaan verkeerd doen. We gaan verkeerd doen. Oh, wat erg, we gaan achteruit nu. Verdomme, mama. Mama, doe nou wat. Ja, we moeten doen dan stoppen. Ja. Ja, komt-ie. Achter hun aan. Enige oefening baart kunst. En Martien lijkt er zowaar plezier in te krijgen. Say na na na. La 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 la. Zodra de familie Meiland zich een beetje op hun gemak voelt... is het tijd voor het extremere kano-werk. De eerste stroomversnelling dient zich aan. Nou, weet je, als we het niet overleven... dan moet Maxima zorgen dat al die mensen het geld terugkrijgen die al geboekt hebben. Wat eng. Ik ben helemaal dood. Oh ja, ik zie het. Nou zij. Ja. Oh. Wat leuk! Heb je al zin in een wijntje? Ja, ik hoorde alweer dat versnelde water. Hoor je dat water? Dat versnelde water. Oh, Carolien. Ja, echt. Oh, Carolien. Carolien. Oh. Oh, we zitten helemaal in de grond. Nee! Oh, Carolien.
gewassen. Fijn. En ons maar uitlachen. Ja joh, Moontje komt om zijn loontje. Kom maar. Kom maar. Ja, wij zitten gelijk op dat harde. Ja. Super. Super. Onwijs leuk. Straks even flink wat folders mee. Ja. Dat is super leuk voor de gasten. Paul, avez-vous aussi beaucoup de brochure pour notre client? Oui. Oui. Oh ja, oké. Okay. Bij de basis. Okay. Ik ga morgen gelijk even van die schoentjes kopen, want die zitten zo lekker en kousen de hele week aan. Dat kan niet. Ze zijn helemaal elastisch. Voelen ze zich helemaal om je voet heen. Zo fijn. Met die scheve bril. De volgende dag heeft de familie voor het laatst deze zomer een dag vrij. Want morgen komen de eerste gasten. Je zou zeggen dat verbouwen dan wel het laatste is waar je zin in hebt. Maar Erika denkt daar anders over. Zij is vastberaden van het vervallen bijgebouw een nieuw gastenparadijs te maken. Nou, waar is de entree? Hier. Dit is denk ik de officiële voordeur, dit. Oh, wat ziet het er ook slecht uit. Dat kan ook weg. Dan wou ik even hier beginnen, in deze ruimte. Waar is die vrouw? Hier. Ja, en kijk uit, hè? Je hebt geen stoop. Kan je wel gewoon lopen? Ja, je moet alleen hier. Niet. Hier moet je even overheen stappen. Hier zo. Is ook een heel groot gat. Loop maar hier, door. Kijk uit, want hier overheen stappen, ja? Oh, hier staan allemaal leuke dingen, joh. Ja. Het schatzoeken kan beginnen. Want de vorige eigenaren hadden tientallen jaren niet naar dit gebouw omgekeken. Wie weet wat ze tegenkomen. Vind je hoed, vind ik leuk. Dus leuk op een schouw, leuk zo op een, op een haakje. Nee, niet wegdoen. Dit zijn hele antieke jute gordijnen. Staat zelfs nog een met cijfers. Dat is nou leuk. Mevrouw Mario, Limoges. Daar hebben ze dingen in verstuurd. Nee, dit gaan we even parkeren. Ja, dit moet bewaard. Als je dat oppakt, krijg je helemaal brokante sfeer. Wat staat hier? En zullen we deze ook even bewaren, deze kinderwagen? Ja, die kinderwagen zeker. Ja, die kinderwagen is enig. Kijk, dit vind ik ook leuk, eer. Dit bad. Dat bad? Ja, dat bad is enig. Dit is heel leuk. Zullen heel we dat antiek. Zullen we dat naar beneden tillen alvast? Ja, weet je. Ja, kan dit naar beneden? Ik weet niks, joh. Oh, er zit ook een gat hier. Kijk eens. Waar beginnen we eigenlijk aan? Moet je luisteren. Dit kan toch nooit wat worden, joh? Zo, echt wel. Moet je kijken, dit wordt geweldig. Dit huisje verdient het om opgeknapt te worden. Ik vind het ook niet goed dat dit hier ligt. Waarom gaat die deur niet open? De vloer loopt op. Oh, maar luister, stort dit niet in als die deur open gaat? Nee. Oh. Ja. Oh, maar Erika, dit is... maar dan kunnen we hier tenminste de boel leeghalen. Ach, het is onverantwoord. Ja, zeker met slippers. Even wachten, Mart. Nou, je kan hem toch gewoon laten vallen, hè? Nee, want dan gaat hij kapot. Ja, hou hem nog. Oh, het is een houten bodem. Kom op, Max. Tillen. Ja, ik heb hem los. Ondertussen heeft Petra Post een belangrijke brief bezorgd. Het tribunaal dat zich heeft gebogen over de naam van het château is tot een uitspraak gekomen. Durf niet te kijken, kom. Wat? Kijk. Ach, die is raar. Tribunaal de Grande Instance de Limoges. Wacht even, ik wil eerst water erbij. Wacht even. Water? Ja, ik moet even. Ik heb een hele droge mond en dan kan ik... Wacht even, één moment. Ik pak het. Nou, ik ben er zo. Nou, lekker. Ik zit al helemaal in spanning. Ik ga alvast lezen. Moet je nog water ook? Water? Ja. Ik ga even naar de is dat van het tribunaal? Oh, wat spannend. Wat ook tekst, joh. Condamné in solide madame Renkema. Condem, dat is natuurlijk veroordeeld. APJ. Aan monsieur, ja, we betalen €1800. En we mogen de naam niet gebruiken. Nee! Nou, lees het wel goed? Ja, nou ja, condamné, dat lijkt me... Ja, ik ben natuurlijk wel teleurgesteld. Ik had graag gewild dat die man op zijn nummer werd gewezen, zeg maar. Maar goed, hij heeft gelijk. Dus ja, nou ja, dan moet je dat accepteren. En je weet van tevoren dat je ook kan verliezen. Daar hou je natuurlijk rekening mee. We kunnen toch wel iets anders met een M verzinnen, hè? Ik wil die M en die X erin houden, want dat is ons logo en dat is hartstikke mooi. Nou ja, dan verzin je iets met een M en een X. Nou ja. Wat is dit nou voor de grote hol? Kan ook. Gaan we er allemaal vandaag even over nadenken. Ach, wat is dat nou vervelend. Kunnen we niet gewoon Château MX doen? Nee, dat is toch geen gezicht? Nee, dat is geen gezicht. Nou, dan doen we gewoon Château Martine. Nee, Maxime. Nou, dat wel helemaal niet. Nou, lekker begin van de dag. Wat een gezeik.
Er zit helaas niets anders op dan door te gaan met alle dingen die nog gedaan moeten worden in het château. Zoals het verven van de bibliotheek. Het zuigt heel erg, dit behang. Nou, het was eigenlijk een klap in mijn gezicht. Had ik echt niet kunnen bedenken dat het niet mag. Ach, weer die telefoon. Montana. Goedemorgen. Goedemorgen, hi. Hi, lieverd. We hebben vanmorgen bericht gehad, ja. Mama die heeft het voorgelezen aan tafel. Nou, slecht nieuws. Dat is wel heel erg jammer, ja. Wat erg, hè. Nou, en moet je luisteren, van dat, we moeten aan het schoren ook nog 1800 euro betalen. Gaat het voor goed, ja. We doen er niks meer aan. Uitspraak is er en we moeten het ermee doen. En nog 1800 euro overmaken naar die dweil. Nou, lieve schat, ik ga door met rollen. Ja. Tot later, tot van de week. Ja, succes, dag. Terwijl Martien verder werkt, test Maxime het zwembad uit. Het is een ware oase geworden. Dat kan je nog niet zeggen van het bijgebouw. Maar Erika ziet al helemaal voor zich hoe zij van dit bouwval een prachtig huisje kan maken. Kijk, als we nou hier de keuken doen. En dan ga je een trapje af naar het eetgedeelte zo. Ja, maar wat erg, denk maar ik. Moet je luisteren. Wat? Maar kijk, hier ligt ook van alles. Kijk, wil... Oh! Wat is er? Ach, dat is te vervelend. Ik schrik me dood. Ik zit, wat is dit? Ja, dat kan eraf. Trek maar. Ach, maar moet je luisteren. Wat ziet dat er rot uit, joh, die balk. Het hele dak valt bijna naar beneden. Ja. Je kijkt zo naar, ja, ik heb naar geen het dak, daglicht. Tweede verdieping. Die vloeren en die plafonds, gaten erin. Nou, het is eigenlijk, ja, het is heel veel werk. Wat zullen we hier daarmee doen? Ja, wat zullen we ermee doen? Ah ja, je kan het muurtje ook weghalen. Dit nee. Dit is geen draagmuur. Nee, dat zou ik laten. Dit is juist heel brokant. Ja, maar het kan ook te brokant, hè? Kijk, hier gaat het los. Niet zo hard slaan! Nee, ik zie er een luchtbel onder. Daarom doe ik zo, kijk. Maar als we nou de glasplaten die kapot zijn vervangen... en we doen mooie witte linnen gordijnen... Dat is wel goedkoper. Dat is en goedkoper en het is ook nog... en geeft sfeer, dit linnen, bij dat grijs. Ja. En die vloer, dat is een kwestie van schoonmaken, dweilen, klaar. Maar luister. We hebben er geen zin in. Wij hebben eigenlijk een laatste vrije middag, hè. En jij gaat weer als een gek hier aan de gang. Jij moet bij dat zwembad gaan liggen nu. Ja, dat doe ik straks. Laatste vrije middag. 2 maanden zitten we vol, Erika, vanaf morgen. Doe nou niet zo eigenwijs en ga naar boven en trek een bikini aan. Martien voegt zelf de daad bij het woord en vertrekt linea recta richting het zwembad. Erika doet wat zij het liefste doet en blijft dus nog even klussen. Dus, heel brokant. Kijk. Het is niet zo erg hoor. Alles kan je vervangen en repareren. Oh, hier. Het hele muurtje gaat heen en weer. Nou, dat is mooi. Deze ontdekking schept mogelijkheden. Als het muurtje eruit gaat, wordt de woonkamer 2 keer zo groot. Dit heugelijke nieuws moet met Martien worden gedeeld. Ach, waarom bel jij mij nou? Ik lig net bij het zwembad. Ja, maar kijk, jij wou toch dit muurtje eruit hebben? Kijk, als ik zo doe... Oh, maar Erika, dat moet je niet doen. Straks stort de hele bed in. Nee, want er zit niks meer boven tegenaan. Zie je? Oh, maar wat is dit erg. Zie je? Dus ik ga dit muurtje eruit halen. Ja. En dan... Ah! Maar wat doe jij nou vervelend? Verdomme, lig ik net bij het zwembad. Nou, vind je niet enig zo? Leuk toch? Ja, enig. En dat raampje haal ik er even uit, want dat moeten we natuurlijk nog gebruiken. Ga jij nou nog even liggen of niet? Ja, straks. Ik ben er even bezig. Laatste vrije middag. 2 maanden vol zitten we, Erika. Ja, maar dan ben je toch en niet... En niet zeuren, hè, dat je straks moe bent. Zo moe van die vrouw. En je schreef het dus M-A-R-I-L-L-A-U-X. Ja. De 2 L'en spreek je niet uit. Nee, ik spreek uit dus een J. En ik... Nou, prima. Oh, perfect. Prima. Perfect. Ja. Als je dat op de Google zet, Chateau Mario met dubbel L, ja, dan komt er niets naar voren. Heel goed. Dus het is prima. Oké, okay, nou dan gaan we dat doen. Ja. De eerste is dan een andere domeinnaam. Oh ja, domeinnaam, ja.
En vanuit dat domeinnaam maak je een nieuw e-mailadres. Facebookpagina. Oh ja, de Facebookpagina. Instagrampagina. Instagram doe jij. Ja. Facebookpagina doe jij. Visitekaartjes. Ja, ik ga nieuwe visitekaartjes bestellen. Die oude doen we maar weg dan. Zoveel hebben we er gelukkig niet meer. Het bord. Het bord aan de weg. Maar ja, is dat alles dan? Hebben we verder nergens die naam staan? Nou, ik vind veel. Kamerverkoophandel. Oh ja, Kamerverkoophandel. Ja. Daar moeten we heen. Staat op de menukaartjes niet? Ja, menukaarten. Oh ja. Terwijl Maxime aan de lange lijst van veranderingen begint, haalt Martien een bed van zolder. Er komt een groep van 5 dames logeren en die willen met z'n allen op 1 kamer slapen. Eer? Ja? Kom ik zo? Ik heb alvast dit uiteinde heb ik er afgehaald, weet je, met zo'n inbussleutel. Oh, en dus dat bed moet naar beneden. Dat moet naar de eerste etage. En dan moeten we dat weer even in elkaar zetten. Maar ik heb geen zin om het hele ding uit elkaar te halen. Dus ik heb alleen dit gehaald. Waar blijft die vrouw? Kom je? Ja, ik moet even dit glas in loodraam naar de zolder brengen. Ik kom eraan. Ach, waarom moet dat nu? Glas in loodraam. Ja, ze moet mij nu wel helpen. Niet nog dat andere glas doe je zomaar. Kijk, ik heb dit uit elkaar gehaald. Als jij dit nu even naar beneden brengt, dan blijf ik even staan. Dan doen we dit in zijn geheel naar beneden. Dat is een heel licht dingetje, dat kan zijn best. Dat zware ding help ik mee. Ik kan het hier toch niet loslaten, dan stort het helemaal in elkaar, dat bed. Niet laten vieren. Nee, niet laten vieren. En rustig aan, want ik moet eerst kijken of het past. Oh, het past helemaal niet. Allemaal gewoon uit elkaar. Ach, dus, ja, het moet. Als jij deze nu even vasthoudt. Oh. Kom maar. Ben je helemaal niet zo gereinigd? Kom maar, loop jij met dat ding naar beneden. En die dan? Die moet ook erop. Ja, dat doe ik ook. Wil jij het met de inbus of hou jij de plank vast? Ik hou de plank vast. Wel gezellig, met 5 vriendinnen zo. Ach, het is toch enig. Die hebben natuurlijk de grootste lol. Even naar het schat. Oh! Geen niet. Wacht even met je duwen. Ik duw helemaal niet, ik doe niks. Nou, jij red je er wel mee. Ja, nu is het oké. Ga jij maar andere dingen doen. Ja, doei. Oh, maar dat zware matras. Nou ja, dat doe ik dan ook wel weer alleen. Ja joh, op de centimeter. Zodra het bed staat, moet er nog snel een ander probleem aangepakt worden voordat de gasten komen. In een van de toiletten komt van alles bovendrijven. En Jean-Luc moet dat ondanks zijn recente oogoperatie met spoed oplossen. Jusqu'à fin août, tous les jours, tous les chambres sont complets. Mais une chambre, ce n'est pas possible de client là parce que le caca... De sanitaire en dan de douche. Om Jean-Luc goed te laten zien hoe hoog de nood is, wil Erika wel even een demonstratie geven. J'ai une bonne idée. J'ai une caca de bijoux dans le jardin. Je prends ça. Nous poser dans le sanitaire. Je prends ça. Ja, ik haal even een zakje. Wat ga jij doen? Ik ga een rol uit de tuin halen. We moeten toch testen. Ach, dat doe ik zelf een leven. Nee. Oh ja, hier. Kijk. Dat is een hele goeie, kijk. Wel een beetje ingedroogd. Ik prend une caca van het chien, maar je fais aussi une. Ah, bah, hey. Pas de probleem. Martin kan niet voor commando poepen. Trouwens, we willen toch geen mensenpoep. Doe ik het liever hiermee met dit schattige drolletje. Nou, we gaan even testen. Je poes. Kijk. Hier. Oh. Het is toch goed, want het druk is. Moet je luisteren, het stinkt helemaal naar de scheid. Ja, maar het is maar een heel klein beetje. Ja, wat kan jou het schelen? Je gaat toch niet met je voeten in de kak staan? Oh, hij drukt weer door. Komt er nog meer scheid omhoog? Het souci, à mon avis, c'est qu'on est trop près. Trop près, oui. Comme il y a beaucoup de pression. Ja. Is de pijp te doen? Nee, het zit er dichtbij en dan krijg je druk en dan gaat hij... Dans les médias, il faut déjà coller pour que le truc soulève. Mais pourquoi pas avec kit silicone? Comment? Kit silicone. Ah,
Kit, siliconen kit. C'est possible aussi. Oui, mais kit silicone, il faut attendre une journée. Nou, hij heeft gezegd wat ik moet doen. Ik moet namelijk alleen voorlopig even dat dopje vastlijmen. Want door de druk komt dat dopje omhoog. En daardoor komt het eruit. Als je dat dopje vastlijmt, dan kan het niet omhoog. Dus dan gaat het allemaal de goede kant op. Gelukkig is er een oplossing. En dat is voor Martien het teken om pauze te nemen. Moet hij wat drinken? Ja, weet je. Ja. Kom. Dat is een uur. Oh. Moet... moet hij wat drinken, hallo? Jij moet... Moet je... Voulez-vous un vin blanc? Non, pas de vin. Non. C'est ce que j'ai dit à Simon tout à l'heure. J'ai dit, je peux pas avoir de whisky. Non, mais du vin. Moet je whisky? Nous avons aussi whisky. Mais j'ai pas le droit. Hij mag niet. Mag pas d'alcool? Alcool. Ah, juste un. Ja, oké, kom maar. Je suis français et fier de l'être. Helaas voor Martien is er weinig tijd voor wijn, want de eerste gasten komen er al aan. U had gezellig bij ons gereserveerd, hè? Ja, dat klopt. Hartstikke leuk, zou ik me voorstellen. Ik ben Dirk. Caroline. Hi. Hallo, goedemiddag. Hey. Hallo, hallo. 20 jaar getrouwd. Nou, ja. Echt? Vandaag? Nou, wat grappig. Ja, vonden wij ook. Nou, enig. Ik pak even de lijst, kan ik even zien welke kamer je zit. Eindelijk kunnen Caroline en Martien de gastheer en gastvrouw zijn die ze altijd al hadden willen worden. Nou, proost hè. Dankjewel. Op jullie 20 jaar. Ja. Vanaf nu zullen er elke dag gasten komen en gaan. En elke dag zullen Martien, Caroline, Erika en Maxime ze warm onthalen. Kom maar, kom maar. Ja. Nou, wat fijn dat jullie er zijn. Parkeer even je koffertjes allemaal hier. Ja. Nou, en dit is dan Saint-Germain, de familiesuite. Met een extra bed natuurlijk voor jullie. Ja. Ik vind het nou al gezellig. Nou ja, jullie hebben leuk een Frans balkon met uitzicht op het zwembad. Ze gaan met z'n vijven op dat Franse balkon staan, als het nou maar niet instort. Oh. Kom maar! Wij gaan gezellig wat drinken. Welkomstdrankje. Kom. Ja, daar hebben jullie natuurlijk helemaal zin in. Ja. Als alle gasten hun welkomstdrankje hebben, wordt het hoogseizoen officieel geopend. Het château zit vol en iedereen is tevreden. Dit is waar de familie Meiland al die maanden naartoe heeft geleefd. Na het grote verbouwingsavontuur zijn ze klaar voor het volgende hoofdstuk van het boek, genaamd Château Mariot, met dubbel L. Nou, Mart, is het zo te lezen van afstand? Heel mooi. Ja. Heel goed. Als je dat van een afstand in een bos hebt hangen? Heel duidelijk. Beter dan de andere keer. Zal ik aan de achterkant nog zetten, au revoir? Au revoir. Ja, dat is het. Ja. Ja. Nou, dan doe ik dat ook nog weer met een wit randje. Zullen wij een wijntje nemen? Ja, joh, doe eens gek. Kwart voor vijf, weet je, ik ben zat. Wat doen we? Wit, rood of rosé? Wat je hebt. Wat open is. Ja, tuurlijk. Fles openmaken. Maakt mij toch niks uit, ik vind het allemaal lekker. Alsof die flessen vandaag niet opgaan bij ons. Als jij met als je zo niet zo oude vaarder op schildert. Ja. Moet er nog uitroeptekentje bij? Ja. Nee, oh, nee. Dat is armoedig. Nee. Zo is het mooi. Oké, eerst een wijntje. Het wordt een lange, hete zomer voor de familie Meiland in een Franse Château Mariot. Want komt het kasteel ooit echt af? Lukt het ze om het alle gasten naar de zin te maken? En hoe zal het gaan met de verbouwing van het vervallen bijgebouw? U ziet het, na de zomer in een nieuw seizoen van Château Meiland. Kom maar. Gaan we even naar de koetjes.